Ass on the back, look like Lex, sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, natuurlijk Fischer hier weer en vandaag weer een nieuwe Battlefield 4 hier, multiplayer hier online. Je ziet het, ik ben net erin gegooid, we staan 8-0 voor. En ik ga nu dood meteen. Dat is slim, ik heb meteen een dubbelkill op me. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te geven voor even, voor en meer Battlefield 4 natuurlijk. Want dan wil ik wel minimaal één keer per week eigenlijk gaan uploaden. Ik vind dat het gewoon een beetje bijhoort bij mijn kanaal. Dat is altijd leuk, namelijk Battlefield 4. We zitten hier op Dawnbreaker of zo, geloof ik dat het heet, de map. Ik heb al een paar keer dus gespeeld deze map. Eén keer het eigenlijk voor DDG opgenomen. Had toen een hele leuke score op. Helaas ging was jullie vergeten te uploaden eigenlijk, zeg maar. Helaas was jullie geüpload. En ik moet even wennen waar het is. Dus als ik een beetje minder ga, sorry, het is mijn tweede potje dit, hè. Sinds, nou, 2 maanden denk ik. 2 maanden. 2 maanden, ja, denk ik wel, ja. Ja. En dan kan het wel eens niet goed gaan, hè. Dus, daar moet je even niet op letten. Het gaat ook niet om het, eigenlijk om je KD, hè, in Battlefield 4. Maar het gaat meer om het spelletje. Gewoon eigenlijk, inderdaad, gewoon lekker ouderwets. Het spelletje. En je moet even weten waar ze zijn ook. Je moet weten wat de punten zijn. Ja. Voor mij zitten ze aan de andere kant van het gebouw hier. Moet je eerlijk zeggen, als je Advanced Warfare heel veel gedaan hebt, ben je ook een beetje zat met het gejump op het laatst. En ja, dat is lekker om synchroon te lopen. En soms heb ik als het idee van, nee, ik moet even jumpen, maar ja, dat kan natuurlijk niet in Battlefield. Of in Call of Duty. Gisteravond speelde ik bijvoorbeeld met Paul eventjes MW3. En Paul had het zelfs bijna een paar keer een mohapje. Hey, die had ik ook moeten hebben, die tweede. Oh, ik had er 2. Ik had er 2? Ik had er volgens mij 2. Oh, ik ben gerevived. Nee, dankjewel, jongen. Hey, en ik kill er weer 1. Ik had voor mij wat ik een gerevived even. Dat is wel handig. Kijken. 3-3. Autodeploy. Ja, je moet eventjes... je moet eigenlijk even join, iemand natuurlijk in mijn squad moet ik natuurlijk eventjes oh, payback. Even mijn medkitje. Ah, nou is dit wel een kleine map hoor, dus dat scheelt alweer. Ja. En dan ga ik dood. Door die granaat denk ik. Kill hem wel nog. Oh nee, ik ben gekild door de wapen. Door de M249. Dus je ziet eigenlijk wel best wel duidelijk waar je aan wil. En die andere heb ik nog een kill assist op 45 punten. Nou, dat is heel makkelijk. Gewoon 100 punten is gewoon een kill. Dus dan krijgen we weer een auto. Dan krijgen we Assault Rifle Ribbon. Even kijken. Ik merk wel dat je echt heel langzaam levelt in deze game. Ik denk dat je... Dat is een kill. Wat een duel, hè, tussen die twee, hè. Deze zit hier te campen. Hang on, let me help you. What the fuck? Alright, we're halfway home. We're halfway home. Hey, let's go, let's go. Even kijken. En normaal zijn we een tijdje dus niet gespeeld. Maar als jullie het willen, kan ik het echt. Eén keer per week uploaden, misschien 2 keer per week. Ik zal het wel echt live gaan doen, want ik vind het live gewoon leuker om te doen, dit soort potjes natuurlijk. Oh, dit is schil 1. Ja, dat komt gewoon omdat je puur niet gewend bent hoor, dat dus. Hey, en dan gaan we weer dood. Even fijn me dan nog een keer. Shotgun hè, spas. Dat is super sterk. Ik kan ook eens een keertje mee doen voor de gein. Als ik een keertje in een map zit, inderdaad, een kleine map. Met een spat. Of misschien een ander wapen. Je moet maar even achterlaten. Ik ben pas level 4 hoor. Ik weet niet welke beginwapens je hebt. Dan moet ik even helemaal uitzoeken weer. Wauw. Dat was niet goed. Dat was niet goed, Chris. Dat was niet goed. 9. Ah, 9 kills. Dat is wel weer goed. Ik stond echt weer min in het begin natuurlijk. Dus
Laat ook achter welke mappen je leuk vindt om te spelen trouwens. Want ik vind dit wel een leuke map dus. Is eigenlijk al eerder gespeeld, zei ik al. En ik vind... Hoe heet die? Resort map vind ik wel leuk. Die vind ik leuk. En ja, ik weet niet. Waar dan vandaan? Ah, vandaar dan. Spas! Goh, jezus. Maar laat even je top 3 mappen. Nou, het is wel nice dat ik gerevived word. Dat is echt prima. Hier. Hup. Even kijken. Suppressor assist. Ik weet nooit precies hoe dat werkt eigenlijk met de suppressor assist. Is het nou gewoon dat je echt punten krijgt voor dat je gewoon op iemand schiet of zo? Of dat je afleiding bezorgt of zo? Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit eigenlijk. Als je dat weet, dan moet je dat even achterlaten bij de comments. Want ik ben het nooit. Ik weet het nooit. Jammerlijk is natuurlijk wel als natuurlijk de wedstrijd iets meer vordert. Gaan ze natuurlijk wel iets meer. Iets meer campen. Hier liepen ze. Oh, kut. Hij zag me. Dan ga ik 3 keer dood achter elkaar. Hè? Zo kloten is dat. Dus we gaan natuurlijk steeds meer voorzichtiger spelen. Want je wilt natuurlijk winnen. Lijkt mij. En ik join. Ik deploy gewoon ergens ook. Hè. Eigenlijk moet ik even het squad altijd eventjes joinen. Maar ik krijg er ook punten voor, hè? Squad assist, boing, joiner. Oké, dat is nice. Mooi, joh. Jongens, we zijn met z'n vieren. Kom op, we gaan eraan. Assist counter skill. There's your medkit. Go get it. Niet gekilled. Ik was in één keer al weg. Kill assist weer. Dan ga ik voor mij hopeloos eventjes op het einde. 11 kills heb ik wel. En kunnen we denk ik ergens deployen? Ik weet niet hoe het ging. Ook, nou, fuck it. Oh, voor mij deploy ik al ergens nu. Inderdaad. Kijk, we gaan hier het gebouw binnen. Echt super vette map dit dan. Jezus, mensen. Nou speel ik slecht. Ging je zo goed. Ik wil aanvallen, weet je. En ja, dan ga je op het einde ga je zo hard dood. Ho. Ja, dit is toch geen spawn point? Oh ja, ik joy deploy natuurlijk. Ja, dan ga je ergens gewoon... Hop. Jezus, mensen. Hoe heftig gesnijfd wordt het. Het speelt zo verschrikkelijk irritant, speelt dat, ja. Oh, baasbeetje. Ja. Even kijken. 5 mooie kills. Yes, ik heb weer een kill. Heb je die ook? Voor mij heb ik die ook, hè? Ja, die heb ik ook. Kijk maar, staat in beeld. Ah, ga ik toen nog dood. Dat is jammer. Oh, er zit daar eentje. Ja, dat kan ik niet meer rekening houden. Maar jongens, als jullie het leuk vonden, laat het nogmaals gewoon even een blauw duimpje achter. Want ja, dat steunt me gewoon enorm. En we gaan deployen, maar de wedstrijd zal elke seconde afgelopen zijn. En dat is nu. We hebben in ieder geval gewonnen. Dat is in ieder geval fijn. 100 tegen 79 in een potje dat ik opgenomen heb 9 minuten. Maar je ziet dat iets meer dan 10 minuten heeft het nog geduurd. En ik ben level 4 geworden. Ja, ik ben level 4. 13-12 uiteindelijk. Nou, ik stond er veel beter voor. Maar ja, je ziet het. Je maakt gewoon niet veel kills in Battlefield. En jongens, ik hoop dat van jullie een duimpje omhoog te krijgen. Tot de volgende keer. Bye bye.